looking at. Oké, dat is goed, jong. Dat zijn we. Goedemorgen allemaal. Vandaag is het zaterdag en eindelijk is het. Wat gaan we doen vandaag, René? Testen. We gaan testen vandaag. En kijken of de hulle klaar is voor het nieuwe seizoen. Eindelijk is het weer zover na een lange winter. Heb je goesting in, René? Ja. Opstaan. En langs mij staat de enige echte Jeroen Jansen. Goedemorgen. Jeroen, wat zijn de vooruitzichten vandaag? Plezier hebben aan aankomen. Plezier hebben aan aankomen. En de vooruitzichten voor het seizoen? Niks. Geen saai motor zien. Geen saai motor zien. Geen saai motor zien. En Thomas en jij, wat gaat jij doen dit jaar? Half seizoen proberen. Half seizoen proberen. Met een meer of met de jaren? Met een meer. Achtertrekken voor achterballen. Ja, nee. Hulk staat er klaar voor. Alles is klaar. Nu moet de piloot nog zijn pyjama aandoen. Dat is altijd een spannend moment aan de eindjaarsfeest. Want gaat hij overal nog passen of niet? We hebben ook zo'n een week al een val achter de rug. En moeten de gordels gaan groter maken? We zullen zien. Het eerste probleem van de dag is al uit de weg. Want de piloot krijgt ze dan overal nog aan. Nu kijken of we nog in de gordels geraken. Thank you.
nu, hoe ging de eerste reeks? Prima, hè? Prima, hè? Eerste reeks op het gemak gereden. Van de motor. Niet direct te zwaar te belasten. Het circuit ligt heel vet erbij. Dus gewoon even alles nakijken, alles zit nog goed vast. En nu de tweede reeks gaan we alles wat harder rijden. Tweede reeks, al een stuk harder. En we gaan eens aan de veer draaien van voren. Hey!
was at this moment that he knew he fucked up. Test gehad. Alles was goed verlopen, maar we denken dat de druklader van de embrayage dat is in de beste tijd gehad is. Dat we daar een flater mee hebben begaan en nog hadden moeten vernieuwen. Het enige onderdeel in de aandrijving dat we niet vernieuwd hebben. Ja. Maar voor de rest... Alles ligt aan het kapitaal. Voilà, het budget was op. Die 10 euro kon er niet meer vanaf. Voor de rest wel heel veel grip. De wagen draait heel schoon. Alles werkt gelijk het moet. We hebben wat gespeeld met de ophang, maar het circuit ligt er zo vettig bij dat het toch niet veel uitmaakt. Dus weet je wat we moeten doen tegen de volgende keer. Het zit er weer op, de Tesla is voorbij. De hulp staat hier heel mooi achter mij te blinken. Sorry Margot dat ik niet direct over ben gekomen naar huis. Ik heb 10 minuten een auto afgespoten, het heeft niet lang geduurd, maar ik kreeg het toch niet over een hart om de wagen niet vervuild te laten staan. Over het algemeen een heel goed gevoel. We hebben nog een probleem met de druklager van de versnellingsbak. De moeilijke druklager die tegen de koppeling duwt, alweer de koppeling. Moet ik die nog even gaan vervangen, dus de versnellingsbak lospakken, de druklager vervangen en dan zal het ook in orde zijn. Daar dienen testdagen voor dat te vinden. Al bij al een super gevoelende wagen, ophanging goed gepasseerd. Ik had het gevoel dat ik meer grip had als anders, zelfs op slechte banden. Stuurde een auto heel goed, wat hij vorig jaar zeker niet deed. Dus al bij al een content gevoel en we gaan met een goed gevoel naar de eerste wedstrijd. Bedankt voor het kijken. Volgende week waarschijnlijk onderhoudswerken aan de hulk. Alles nakijken, die druklager van de versnellingsbak wisselen. En zorgen dat de auto aan topvorm staat voor de eerste wedstrijd. Uitleiding en dergelijke ga ik niet meer aankomen, dat is goed gelijk het is. En normaal hoef ik het ook niet aan te komen om die versnellingsbak te wisselen. Dus, tot volgende week. Bedankt voor het kijken allemaal. Volg me op Instagram. Volg me op Facebook. Instagram, My Racing Life. Facebook, Dexys Racing. YouTube, My Racing Life. Like mij, abonneer u. Druk overal op waar je met een kop ziet staan. Dankjewel. Tot de volgende week. Bye bye.